Wat je mag begrijpen, dat is dat wanneer je op zoek bent naar alleen maar rood, dan zie je uiteindelijk alleen maar rood. Ben je op zoek naar alles wat zwart is, dan vind je alleen maar zwart. Als je een oefening zou doen, en iemand die zou jou vragen in een bepaalde ruimte, vertel eens even, kijk eens even goed rond, kijk 30 seconden rond. En vertel mij eens even, ja, en er is heel veel groen in deze ruimte, en vertel mij dadelijk eens even wat er allemaal groen is in deze ruimte. Dus dan 30 seconden even ogen dicht en vertel het mee. En dan hou je 30 seconden je ogen dicht. Je bent aan het rondkijken, je ziet een heleboel groen, dat is groen, dat is groen, en dat is groen. En dan doe je je ogen dicht en dan vraagt de ander aan je, wat is er nou allemaal zwart? Dan weet je nauwelijks een antwoord. Zelfs wanneer degene die naast je zit iets zwarts draagt, dan weet je het niet. Als de tafel waar je zit zwart is, dan weet je dat waarschijnlijk ook niet. Als de lamp waar je naar kijkt zwart is, dan weet je dat niet. Dus je bent altijd op zoek naar datgene wat je niet wilt. En dat is precies alles op het gebied van ziet. Dat wil je weten. Dus mijn advies is, als je de krant leest, of wanneer je een artikel leest, of een of ander blad leest, of op internet. Maar vermijd continu, vermijd om al die artikelen over gezondheid te lezen. Lees alleen maar datgene waar je wat vrolijker van wordt. Dus maak met jezelf de afspraak. Ik wil alles lezen. Alles lezen waar ik vrolijk van word. En je wordt namelijk een stuk vrolijker. Wanneer je leest over vakanties, of wanneer je leest over je interesses, of wat dat dan ook mag zijn. Dus op zoek naar alles waar je vrolijk van wordt.